Welkom bij nog Spellen Zonder. Leuk dat jullie weer kijken. En dit keer doe ik met jullie een blik werpen op Flip Zoo, uitgegeven door Jumping Turtle Games. Het is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer een kwartiertje mee bezig bent. En het is een spel bedoeld voor de jongere spelers. Vanaf 4 jaar is het te spelen. En er zijn diverse varianten waardoor je het spel een beetje kan laten evolueren. En dus met verschillende leeftijdscategorieën kan spelen. Het idee van het spel is dat we allemaal aapjes zijn en we gaan proberen te helpen alle dieren die ontsnapt zijn weer terug in de dierentuin te krijgen door ze te vinden. Zolang we de juiste dieren opendraaien, mogen we doorgaan en verdienen we punten. Maar zodra we dezelfde dieren of dezelfde kleuren gaan opendraaien, dan is onze beurt voorbij en is de volgende speler. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er precies allemaal in de box zit. Het spel is bedacht door Tom Delmee en wij krijgen de spelregels in maar liefst 4 verschillende talen. En de spelregels op zich zijn prettig opgebouwd. In die zin dat je verschillende spelvarianten hebt vanaf verschillende leeftijden. En zo wordt er eigenlijk elke keer een klein mechanisme aan toegevoegd. En heb je in totaal 4 verschillende manieren waarop je het spel kan spelen. Verder krijgen wij de aapjes voor de spelers in hun verschillende kleuren. En de diverse tegeltjes met daarop de dieren die we gaan proberen terug te halen naar de dierentuin. Dat is wat we krijgen. Laten we snel maar eens een spelletje gaan opzetten. En zo zit het spel eraan. Het begin had hij mijn voorbeeld even opgezet voor 2 spelers. En ik begin met het instapspel. Het eerste spel wat je kan spelen vanaf 4. En dan zal ik langzaam maar zeker de extra regels gaan uitleggen. Wat je gaat doen is, je kiest 24 dieren. Oftewel, er zijn 4 diersoorten die niet meedoen. Elk dier zit er 3 keer in. Dus je kiest 4 diersoorten die eruit gaan. De overige diersoorten schud je en die leg je in een grid van 4x6 tegeltjes. En dan ben je klaar om te gaan spelen. Doe dus om zoveel mogelijk punten te halen en je krijgt 1 punt voor elke tegel aan het einde van het spel die je bezit. Dus laten we snel maar eens een potje gaan spelen. Wijs willekeurig een speler aan en die begint, en als een speler aan de beurt is, gaat hij 1 tegeltje van de tafel opendraaien. Nadat je een tegeltje hebt opengedraaid, heb je 2 keuzes. Ofwel je stopt, dan pak je alle tegeltjes die open liggen en die leg je voor je neer. En die vormen met je aapje erop jouw scorestapel. En aan het einde van het spel is dus elk tegeltje wat je verzamelt een punt waard. Of je gaat door en dat betekent dat je een tweede tegeltje opendraait. En daar zijn natuurlijk de risico's aan verbonden, want zodra je 2 dezelfde dieren opendraait, is je beurt gelijk voorbij, alles wordt weer dichtgedraaid en dan gaat de volgende speler. Dus in dit geval zeg ik van, nou, ik heb pas eentje liggen, ik open nog een tweede. Ik open een tweede dier, nou, wederom dezelfde mogelijkheid. Of ik stop, dan krijg ik 2 diertjes op mijn puntenstapel. Of ik ga door en ik durf zelfs nog wel een derde tegeltje open te leggen. Nou, in dit geval heb ik verkeerd gegokt. Ik heb 2 keer hetzelfde dier liggen, dus alle tegeltjes gaan dicht. Ik scoor deze ronde 0 punten en de beurt gaat naar de volgende speler en die begint ook weer. Die draait een tegeltje open en heeft weer de keuze stoppen of doorgaan, etcetera, etcetera. Na 3 tegels zegt hij, ik ben klaar. Die legt hij alle 3 op zijn scorestapel en als je klaar bent, ook dan gaat de beurt naar de volgende speler. En zo gaan we vrolijk verder tot alle tegeltjes op zijn en degene die dan de meeste tegels heeft verzameld is de winnaar. Maar dat is hoe het instapspel gespeeld wordt. De tweede variant is het standaardspel. In het standaardspel komt er een kleine extra regel bij. Naast dat als je 2 dezelfde diertjes opendraait, je beurt voorbij is, is je beurt ook voorbij als je 3 dieren open hebt liggen met dezelfde achtergrondkleur. Ook dan ben je onmiddellijk klaar. Alle diertjes worden dan weer dichtgedraaid en de beurt gaat naar de volgende speler. Voor de rest op dezelfde manier, je krijgt 1 punt voor elk dier aan het einde van het spel. In de derde variant, de stoere aapjes variant, wordt er wederom 1 regel aan het spel toegevoegd. En dat betekent dat iedereen 2 aapjes krijgt, 2 stoere aapjes. 1 aapje blijft wederom het aapje waaronder je jouw tegels legt, die jouw puntenstapel vormen. En het tweede aapje heeft een bijzondere rol. Die kun je inzetten op het moment dat je dus ofwel 2 dezelfde dieren opendraait, of 3 dieren met dezelfde kleur en alles weer dicht moet draaien, dan mag je jouw tweede aapje
op een tegel leggen. En zolang er een aapje op een tegel ligt, kan niemand deze tegel opendraaien. Aan het begin van de eigenaar van dit aapje zijn beurt, pakt hij het aapje weer terug en dat legt hij weer voor zich. Dit betekent ook dat het spel op een derde manier afgelopen kan zijn als er geen tegels meer beschikbaar zijn omdat er aapjes van andere spelers op liggen. Dus er kan niks meer opengedraaid worden. Dan is het spel ook voorbij en dan gaan we weer naar de score. En wederom, elk tegeltje wat je verzameld hebt is 1 punt waard en degene met de meeste punten wint. En de vierde variant is het gevorderde spel. Werkt op precies dezelfde manier met alle regels die ik tot nu toe heb uitgelegd. Alleen de puntentelling aan het einde is even anders. Aan het einde van het spel zijn de dieren niet gewoon 1 punt per stuk waard. Maar afhankelijk van het aantal dieren wat je hebt weten te verzamelen, zijn ze punten waard. Heb je 1 dier verzameld in een categorie, krijg je er 1 punt voor. Maar lukt het je om 2 dieren te verzamelen van hetzelfde soort, dan krijg je daar maar liefst 5 punten voor. Heb je echter 3 dezelfde dieren, dan krijg je geen punten voor dat diersoort. Dus de scoring werkt weer een klein beetje anders. En de laatste variant is het bonusspel. In het bonusspel worden alle dierentegels geschud en in 2 stapels neergelegd. Dan krijgt iedere speler 1 tegeltje. Je mag zelf kiezen van welke van de 2 stapels je pakt. Die leg je open voor je neer, zodat iedereen kan zien welke tegel je hebt, zodat je ook weet wat de andere spelers hebben. En dan gaan die tegels dicht. En dan vervolgens, als een speler aan de beurt is, kiest hij 1 van de 2 stapels. Daar pakt hij de bovenste tegel van. Die legt hij bij zichzelf neer. Wederom, iedereen krijgt de mogelijkheid om te zien welke tegel je pakt. Daarna leg je hem gesloten op jouw eigen stapel. En dan wijs je een andere speler aan waarvan jij denkt dat hij ook dat dier in zijn of haar stapel heeft. Heb je het goed, dan krijg je alle, in mijn voorbeeld, beertjes uit de stapel van de speler die je hebt aangewezen. En je kan maar 1 iemand aanwijzen. Heb je het fout, heeft die speler geen beren in zijn of haar stapel, in mijn voorbeeld, dan moet jij jouw beer aan die speler geven. En zo ga je vrolijk verder tot uiteindelijk de stapels helemaal op zijn. En dan wordt er weer gekeken naar wie de meeste tegeltjes heeft in zijn stapel en die wint. En verder, in mijn voorbeeld gebruik ik 24 diertjes, maar je kunt in principe alle varianten ook spelen met alle dieren, dus alle 36 de tegeltjes. Dan heb je gewoon een wat groter veld liggen, waardoor de kans op verschillende dieren iets groter wordt en er ook meer punten te verdelen zijn. Maar op die manier wordt Flipperzoo gespeeld. Flipperzoo is een leuke variant op het memory spel met weer een paar nieuwe elementen. Het memory mechanisme maakt het natuurlijk heel toegankelijk voor jonge spelers. En dat is een mooi principe. En gecombineerd met de rijke kleuren en de vrolijke diertjes erop is het gewoon een heel toegankelijk spel wat je ook met hele jonge kinderen kan spelen. En wat ik tof vind zijn de verschillende variaties waarop je dit spel kan spelen. Sowieso het basisspel heeft een push your luck mechanisme. Dus dat is op zich al een interessant mechanisme om te introduceren in een kinderspel. Ga je nog een tegeltje openleggen met het risico dat je dan een dubbel dier neerlegt en je beurt meteen voorbij is en je niks krijgt? Of ben je tevreden met de tegeltjes die je hebt? Dus dat is al een grappige afweging en gaandeweg wordt dat mechanisme iets verder uitgebouwd. Naast 2 dieren ben je ook af als er 3 diertjes liggen met dezelfde kleur. We kunnen, als we kaartjes dicht gaan leggen, met ons 2e aapje een tegeltje reserveren of blokkeren voor andere spelers. En we kunnen door setjes te verzamelen meer punten scoren. Dus langzaam maar zeker wordt zo het spel steeds verder uitgebouwd. Maar het blijft in basis natuurlijk een memory spel. Het is handig om te weten welke dieren er nog in zitten, welke dieren door andere spelers weggehaald zijn en als er wat dichtgedraaid wordt, wat er precies dichtgedraaid werd, zodat jij niet dezelfde fout maakt, hopelijk. Maar dat is een tof mechanisme en ik vind het leuk dat ze zo'n push your luck mechanisme in een kinderspel hebben weten te verwerken en dat werkt op wat mij betreft uitstekend. Alles bij elkaar genomen is het natuurlijk een lekker eenvoudig spel wat je snel op tafel legt en waarmee je lekker kan gaan spelen. Het heeft een vrolijke vormgeving en het heeft eenvoudige regels. Maar er zitten genoeg variaties in om het spel steeds op een andere manier te spelen. En dat maakt de herspeelbaarheid goed. Het is toegankelijk, maar het durft net een stapje verder te gaan. En dat vind ik dan wel erg tof. En dat alles maakt dit gewoon tot een
prima kinderspel wat je met veel plezier op tafel kan leggen. En met diverse leeftijdscategorieën en verschillende gradaties in spelervaring uitstekend kan spelen. En het spel groeit ook vrolijk mee. En dat maakt dit tot een goed spel wat daarom een 7 krijgt. Spellen's older.